Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vrijdag vandaag, lekker een dagje gewerkt, net thuis gekomen en ik heb de sportkleding aan. Ik ga namelijk eventjes 5 kilometer hardlopen. Ik ben 2 weken niet geweest. Ik kon gewoon niet redden met het werk en dat soort dingen. En ik had ook nog een weekendje weg bij tussen zitten. Ja, het liep allemaal even niet. Maar nu heel veel zin om weer te gaan. En dat moet ook wel, want over een paar weken is het zover. Nou, ongeveer 2 maandjes. Dan gaan we namelijk de halve marathon van Palma de Mallorca rennen. Dus ik mag echt wel weer gaan trainen. Dus ik ga ook lekker eventjes op pad. Ik heb lekker hard gelopen, net lekker gegeten, nog even een toetje. En ik ga lekker eventjes weer bezig met allemaal armbandjes maken. Want ik heb namelijk afgelopen week heel veel verkocht. Dus er moet eventjes weer wat bijgemaakt worden. Goedemorgen, Luxie. Goedemorgen. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. We hebben een lekker rustig ochtendje gehad. Het is nu 10 uur en we gaan eventjes richting de stad. We hadden verwacht dat de hele dag lekker weer zou zijn. Lekker in de tuin, lekker in het badje. Maar het is nu nog bewolkt, het is ook best wel fris. Dus we dachten, nou ja, dan gaan we gewoon eventjes een keer naar de stad. Het is alweer een tijdje geleden. Het is ook wel leuk om even weer rond te lopen. En dan hoop ik dat vanmiddag gewoon lekker het zonnetje doorkomt. En dat we dan lekker buiten in de tuin in het badje kunnen. Vanavond hebben we nog een verjaardag en Noé blijft bij mijn ouders slapen. En we brengen haar dan iets eerder, want dan gaan Mike en ik gezellig samen voor de tijd eventjes uit te eten. We zijn weer terug uit de stad. We dachten we gaan lekker eventjes. Maar ik heb echt super veel gekocht. Dat was niet de bedoeling. Ik heb sportkleding gekocht en gewoon ook normale kleding. Mike heeft nog even 2 broeken gekocht. En we hebben een grote bos bloemen gekocht. Die ga ik jullie zo laten zien. Maar ik zal jullie eerst laten zien wat voor kleding ik heb gekocht. Allereerst een kort broekje voor het hardlopen. Ik heb zo'n wijd broekje met zo'n onderbroekje eronder. Ik weet niet hoe je dat precies uitlegt. Maar deze zit dan gewoon strak om je benen. En dat wilde ik wel heel graag echt proberen. Misschien dat ik dat wel heel erg fijn vind. Deze komt van de H&M. Dan een iets kortere top die zeg maar precies erboven opvalt. Ik vind het altijd anders heel gek altijd zitten met een langere top. En toch prop ik het er alsnog in. En deze hoef ik er dus niet in te proppen. Kan ik er gewoon lekker boven houden. En dan past dat precies. Dat sluit precies aan. Dan een heel leuk blouseje gekocht. Dit is hem. Met van die pofmouwen een beetje is het. De achterkant zitten er van die strikjes. En ik heb deze in maat S. Ik had hem eerst in maat M aan, maar die viel best wel wijd. Dus deze heb ik gekocht. Ik had nog gekeken online, maar online is hij dus niet te krijgen, maar in de winkel wel. Dan een lekkere dikke trui bij de Primark. Deze heb ik in maat M. Kijk, deze was 17 euro. Is lekker strak voor de winter. Het duurt nog even, maar ik zag ze liggen en dacht ik neem gelijk mee. Dan een wat dunnere trui, maar ook nog wel best wel voor het najaar. Deze heb ik in maat 2 keer XS. Ja, het is maar net hoe het valt daar. Deze was 13 euro. En dan ook nog een rood-witte. Vond ik ook echt super leuk staan. Die heb ik dan weer in maat S. Nou, allemaal verschillende maten daar. En deze kostte ook 13 euro. En dan heb ik daar nog een haarband meegenomen. Die was nu afgeprijsd voor 3 euro. En deze 2 samen waren nu afgeprijsd volgens mij voor 2 euro. En dan nog een jurkje. Een wat kortere jurkje, want ik heb meestal allemaal lange jurkjes of kortere jurkjes met lange mouw. Dus ik heb deze meegenomen. Ik vond hem wel heel leuk uitzien. Ik heb hem eigenlijk alleen gepast over mijn kleding. Maar ik denk als het met warme dagen is dit wel heel erg fijn. Die heb ik in maat 42 meegenomen. En deze was 12 euro. Dan nog bij de Cotton Club geweest. En daar heb ik dit shirtje gekocht. Ik zag hem al vaker bij mensen voorbij komen. En ik vond het heel erg leuk staan. Nou, ik had hem ook aangepast. Ik heb hem in maat ML aangepast. Deze is 39,95. En dan nog een jurkje. Een wat langere jurk, maar dan weer met korte mouwen. Deze viel echt heel erg mooi. Sluit hier ook heel mooi aan. En hier heb je nog een stuk open rug, wat je dan wel weer kan knopen. En deze heb ik in maat
S en deze was 29,95. Deze is ook lekker lang. Oh. En dat is alles wat ik gekocht heb. Ik zal je nog even de bloemen laten zien. Dan weer ligt net op bed en dan ga ik lekker eventjes buiten zitten. En dan gaan we gewoon lekker buiten chillen tot ze wakker wordt. En dit is de gigantische bosbloemen die we op de markt hebben meegenomen. We hebben net Noé naar mijn ouders gebracht. Ik heb me omgekleed. Ik heb het shirtje wat ik vanmiddag gekocht heb of vanmorgen gekocht heb aangetrokken. Helemaal ready to go en we gaan gezellig samen uit eten. We hebben net lekker een hapje gegeten. Zitten nu nog even in het Volkspark. Want we bedachten ons dat we nog even de Spaanse les moesten gaan doen. En die moeten we afronden dan voor vanavond 12 uur. En ik weet niet of we voor de tijd thuis zijn. Dus we zijn hier lekker even zitten bij de vijver. En dan gaan we even dat lesje volgen. Goedemorgen, het is zondagochtend. We hebben gisteravond een heel gezellig feestje gehad. Vanmorgen lekker rustig aangedaan. We werden wel gewoon op tijd wakker. Maar daar nog wel even weggedommeld. En we zijn nu net pas beneden. Lekker gekletst en gewoon heel fijn rustig aangedaan. Even op bed lekker gewoon een beschuitje gegeten, even wat gedronken. En nu is het tijd om Noé en Lux weer op te halen. Daar kijk ik dan ook alweer naar uit. Het is super goed weer, dus we gaan lekker buiten spelen vandaag. We hebben ook gewoon niks op de planning. Zet een badje weer op en gaan lekker in de jacuzzi. We zijn weer thuis. We hebben Noé en Lux opgehaald bij mijn ouders. En zijn daarna gelijk doorgegaan even naar de supermarkt. Even wat boodschappen gekocht voor de aankomende dagen. Vanavond gaan we lekker barbecue. Het is namelijk super lekker weer. En verder komkommers. Noé liep zelf naar het karretje, dus die heeft snoepjes uitgezocht. Lijnzaad hebben we gekocht. Nou ja, eigenlijk van alles wat. Dus dat gaan we even opruimen. Gaan we lekker buiten in de tuin eventjes lunchen. En dan gaan we mee naar bed. En dan vanmiddag gewoon lekker buiten bij het zwembad. Goedemorgen, het is maandagochtend. Gisteren hebben Maaike en ik nog onze vakantie geboekt. We gaan in september weer op vakantie, dat is al over een maandje. Gaan we lekker met z'n drieën weer naar Mallorca. We hebben er echt heel lang over getwijfeld. Maar Noé heeft daar zo'n fijne vakantie gehad, was heel relaxed. En toen hadden we zoiets van ja, waarom gaan we dan niet nog een keer? Dus we gaan nog een keertje naar Calimera Vido Gardens. En we hebben er ook gewoon heel veel zin in. Vandaag werk ik een ochtendje thuis. Vanmiddag heb ik lekker vrijgenomen. Ik dacht ik ga even een ochtendje thuis werken. Want ik moet nog even heel wat werken inhalen. En dan kan ik hier altijd gewoon lekker rustig zitten. Dat werkt voor mij dan heel erg prettig. En omdat ik normaal 3 kwartier na het werk rijd, heb ik nu tijd over. Dus die tijd gebruik ik even lekker om een rondje te gaan hardlopen. Tijd om te lunchen. Voordeel van thuiswerken is lekker een broodje ei eten. En toen was het alweer tijd voor ons avondeten. Het is dinsdagavond, werkdag zit erop. Een lekkere drukke dag gehad, dus dat vloog echt voorbij. We gaan nu even lekker eten. Wij eten watermeloensalade en eten een biefstuk spiesje vanaf de barbecue. Noé heeft net al eventjes gegeten, want ik was laat thuis, dus zij heeft al wat gehad. Maar eet nog lekker eventjes wat watermeloen met ons mee. En met warme dagen vind ik dit ook echt super lekker om te eten. Goedemorgen, het is woensdagochtend. We beginnen de dag weer met water, chiazaad en citroensap. En dit is wat ik vandaag meeneem naar het werk. Ik heb even een blikje icy, een fles Zero Oranje en Isoclear. Dan heb ik yoghurt met honing, Griekse yoghurt, een beetje lijnzaad. Ik heb eventjes augurken, daar doe ik kipfilet omheen als tussendoortje, chocolade en rijstwafel. En dan heb ik nog kiwis, 2 stuks en die doe ik dan hier ook doorheen als lunch. Het is inmiddels avond. Mike die brengt Noé naar bed en ik heb me net omgekleed, want ik ga weer baantjes zwemmen samen met Evelien. Is al echt al een hele tijd geleden. Ik denk dat misschien in mei of zo, begin juni de laatste keer was. Dus het wordt ook alweer tijd en ik vind het ook wel heel erg leuk, dus we gaan dat maar eens eventjes weer oppakken.
Goedemorgen, het is donderdagochtend. Het is weer mamadag. Noé is heel gezellig liedjes aan het zingen. En ik zit nog lekker eventjes op de bank. We gaan zo eventjes weer richting het dorp. Het is weer lekker weer vandaag, dus dat is heel fijn. Hoop dat dat vanmiddag ook nog zo lekker is. Want dan gaan we denk ik gewoon lekker in de tuin zwemmen. Of in ieder geval sowieso in de tuin even fijn spelen. Dus dat is ook wel heel erg lekker. En ik geniet ook gewoon echt van dit soort dagen. Het is super fijn om met haar thuis te zijn. Even echt alleen de aandacht voor haar te hebben. En ja, dat soort dagen zijn gewoon echt, echt heel erg fijn. A happy birthday walk. Jabba, jabba. Die zakken volk. Goed zo. Doe je mooie liedjes zingen? En toen kindje in toe vertel. Aapje. Mama. Ja? Aapje. Aapje pakken? Zullen we zo eventjes naar het dorp gaan? Ja, Aapje. Moet Aapje mee naar het dorp? Ja. Nee, maar Aapje kan wel thuis blijven. Nee. Jawel. Zonnebril mag wel mee. We zijn weer terug uit het dorp. We zijn even bij mijn oma geweest en hebben boodschapjes gehaald. Paprika. Pak jij een doekje? Ja. Heb jij gesopt? Ja. Oh? Ja. Poor, we gaan even kijken. Ja. Nou, ze heeft dus echt gesopt en een doekje dus gepakt. Ga je dat schoonmaken? Oh, haartjes nat. Oh, waren de haartjes van het aapje nat? Zo. Visje ook nat. Dan ga je hem even poetsen. Moet mama helpen? Is een vies ook mee. Oké. Okay. Ook vies. Ook vies. Goed zo. Wat ben je een grote meid. Maar goed, terug naar de boodschapjes. We hebben dus al paprika meegenomen. Ik had een broodje voor zometeen. Maar we hebben onderweg al een broodje opgegeten. Tandenborstel voor Noé een nieuwe. Nog meer paprika. Allerlei bapauwbroodjes hebben we meegenomen. Dan eventjes de verse pasta. Wat doe je? Nog eentje was 1 plus 1 gratis. We hebben snitsels. Ik heb kokansnitsels. Lekkere jommersalade. Doe ik zo een beetje op brood. Dan deze spekblokjes. Die doen we vaak door de pasta. Ik heb champignons meegenomen. En dan ook nog weer deze saus voor door de pasta. Tijd om lekker te lunchen. Noé ligt op bed en ik kijk ondertussen bed en breakfast vol liefde. Noé ligt al bijna 2 uur op bed. Ik wilde haar net ophalen omdat ze wakker werd. Maar toen kwam ik daar en zei ze nog even slapen. Dus ik heb haar ook gewoon weer neergelegd. En ja, ze ligt nu weer. Ik zit gewoon lekker nog binnen. Het is in principe wel goed weer, maar ik vind het ook best relaxed om gewoon even binnen te zitten. Eventjes lekker niks. Dat is ook wel een keertje fijn. En ja, als ze straks wakker is, ik heb geen idee hoe lang dat nog gaat duren, gaan we gewoon lekker naar buiten. Ik ben met Noé en Lux aan het lopen, maar Noé heeft de speeltuin gezien. Dus we gaan eventjes Lux weer naar huis brengen. En gaan we dan zo weer naar de speeltuin? Wat wil je dan? Waar wil je op zitten? De glijbaan? Oké, is helemaal goed. Gaan we doen. De hele grote, hè? Ja, de grote bijbaan. En toen was het alweer avond. We hebben net lekker pizza gegeten. Noé ligt op bed en ik zou normaal gesproken gaan boksen. Maar dat ging niet door, want ik was de enige die op de lijst stond. Dus ik heb besloten om te gaan hardlopen en heb nu ook de sportkleding aan. Ik ga bij deze ook de video afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en graag tot bij de volgende video.